Een hele goede morgen en welkom bij Mr. Drive Drives en we zijn terug in Berlijn. Daar zijn we natuurlijk ooit eens begonnen met de Spandau Map, lang geleden. Ergens in 2011 was dat. En daarna hebben we daar een tijdje rondgereden. Ik heb er zelf nog een aantal variaties op gemaakt. De redelijk beroemde mappen Spandau Extreme 1, 2 en 3. En nu heeft een meneer Prinkelsberger of zo, heeft Berlijn Pankow Zuid gemaakt. En op Berlijn Pankow Zuid zijn twee volledige lijnen te bereiden. En als ik het goed heb, wat niet volledige nachtlijnen. Maar het is vandaag overdag. Dus we gaan de daglijnen doen. En we gaan vandaag lijn 156 rijden. Die staat nog, die staat hier al voor ons, maar die... die is nog niet helemaal klaar voor gebruik. We gaan rijden van de Storkowerstrassen naar Stadion Buschallee Hansastrasse. Een ritje van iets meer dan een half uur. En laten we eerst maar even aan boord van de bus kruipen. Zo. We zitten aan de boord van de bus. Die gaan we eens even opstarten. Ja, we gaan nog heel even naar buiten. Kijk. Ik heb hem tijden niet gereden, maar het is nog steeds mijn favoriete bus, de MAN DL 205. De dubbeldekker die inmiddels volgens mij in Berlijn niet meer in gebruik is, maar waar ik nog wel in gezeten heb. Het is een bijzondere bus. Ik vind hem zelf heel erg fijn om te rijden. Nou, dan gaan we de zaak eerst maar even programmeren. Wat hier mee geweest. Ja. Zo. Besteed ik een oké. We gaan vandaag lijn 156 rijden. Nou, geen toevoeging bij de halt, de lijnnummer. En het is rit nummer 2. We moeten even wachten. Dan vraagt hij nog een keer om de route. Dat vind ik een beetje vreemd. Maar oké, dat moet kunnen, vind ik. Besteed ik een beetje wachten. Kijk, daar hebben we hem. Het is 11.21 en we vertrekken 11.28. We hebben dus nog 6 minuten. Ja, de plus en de min zijn omgedraaid hier zo. Dus als je plus 6 ziet, dan ben je te vroeg. En als je daar min ziet staan, dan ben je te laat. Dat moet je even weten, want anders denk je van, hé, ik moet nog wachten. En dan wordt het alleen maar hoger. Dus je denkt, hoe kan dat nou weer? Nou, dat is allemaal, gewoon iets andere aanduiding. Ja, we staan dus hier in Pankow. Pankow is Oost-Berlijn. Dat was dus vroeger achter het IJzeren Gordijn. Ik weet niet, veel omzichtgebruikers zijn redelijk jong. Maar voor de wat oudere gebruikers, je had vroeger Microsoft Train Simulator. En daar had je ook een add-on. En dat was een tramlijn in Pankow. Alleen dat was ergens uit de jaren 50 of 60 of zo. Dus dat zag er heel anders uit. Dit heeft er qua uiterlijk niets mee te maken, maar dus de naam Pankow was mij al bekend en ik ben er ook geweest. In Pankow in 2013 volgens mij. Toen heb ik kerst en oud en nieuw gevierd hier in Berlijn. En toen zijn mijn schattige vriendin en ik zijn ook naar Oost-Berlijn geweest. En hebben daar het staatsgevangenis bekeken en die was vlakbij Pankow. Ik ben trouwens niet op dit station geweest toen, dus helaas. Als ik had geweten dat dat zou gemaakt worden in de toekomst, had ik daar zeker heen gegaan. Even kijken of alles erop staat. Ja, alles staat erop. Ja, vroeger moest je bij die bussen dan een paar keer hierop klikken en dan komt het wel in orde. Maar dat is veranderd. Ja, wat een beetje raar is dat die mensen die reageren niet. Hè? Ik heb nu de juiste doel erop staan. De juiste bestemming, sorry. Doen we een bestemming zijn wel hetzelfde, maar toch iets anders. En ze reageren niet. Je moet daar heel specifiek ergens hiervoor stoppen en dan komen ze aanlopen. Daar ben ik ook door schade en schande wijs geworden. Wat we gaan doen is we gaan het weather doen. Dat doe ik niet vaak, maar voor deze keer wel. Ik hoop dat het mooi weer is in Berlijn. En dat is het. Nou, dat is weer mooi meegenomen. Oh, ik weet het al. Ik kan Real Weather gebruiken, maar deze PC heeft geen aansluiting op het internet. En dat is vanwege het feit dat beveiligingssoftware. Ik heb
Norton toch wel redelijk wat resources gebruikt. En door die resources dus niet hoeven gebruiken, kan Omtje beter presteren. Ja, ja, ja. Maar het heeft wel zijn nadeel dat ik geen real weather kan hebben. Zullen we dan iets anders kiezen? Dan gaan we deze weer uitzetten. We doen gewoon summer like. Het is nu net als buiten eigenlijk. Zo. Oh, het gaat ook niet echt zonder. Ik maak trouwens gebruik van de Enhanced Environment Pack. En dat kan je wel zien. Dus hebben we dan ook nog voor de passagiers de koeling. In ieder geval de airco aanzetten. Ik dacht altijd dat die automatisch was in deze bus, maar dat is dus niet het geval. Als iemand nog het antwoord weet op de vraag, hier staat, stond er straks van steek de kaart erin, waar die kaart zou moeten zijn, dan hoor ik dat graag in de commentaren. Ik kan hem niet vinden. Oh ja, ik ga hem op vandaag uit mijn hoofd rijden. Ik heb hem gisteren één keer gedaan. En ook een stukje film van Iager voor Florian Kahle gezien. Dus ik moet goed voorbereid zijn. En ik rijd hem op. Het is een vrij kleine map, 103 in totaal. Dus ik rijd hem in full map modus. Oh, wat is er aan de hand? Oké. Hier heb je een soort licht wat groen geeft als je mag rijden. Het is een beetje een handige plaats, dus ik ga gewoon. Frans-Jacobstraat. Ja, nu hebben we een vrouw en straks wordt het een man volgens mij. Of het is hier ook al een man hoor, dat kan omdat hij een beetje vrouwelijk klinkt. Voilà. Ja, geen kuchscherm in deze bus. Nou ja. Ondertussen zijn de mondkapjes, ik weet niet hoe het in Berlijn is, natuurlijk hier in Nederland ook komen te vallen. Maar niet voor het openbaar vervoer. Maar goed, doen we hier niet aan. Max Pornostraße. Ik dacht dat hij eerst zei Max Pornostraße. Ik denk, wat is dat nou voor een rare naam? Max Porno. Maar het is een hele mooie map, moet ik eerlijk zeggen. Als je het gaat vergelijken met het werk van een professionele mapmaker die we niet bij naam zullen noemen. Met de nadruk op niets. Dan is het toch echt een kunstwerk. Nou is, moet ik ook eerlijk zeggen, een Berlijn map vrij makkelijk te maken omdat het basisspul aanwezig is. Eigenlijk natuurlijk de hele Spandau map. S-Bahnhof, Landsberger Allee. Ja, alle spullen zijn aanwezig. De hele sfeer ligt eigenlijk al, hè, in de basis van onzi. Ik zit zelfs zelf aan te denken om weer opnieuw een Spandau Extreme te gaan maken. Alleen beter als de vorige. En ik moet alleen maar even zien te komen aan afbeeldingen van bepaalde straten. Want iemand heeft mijn... met mijn toestemming trouwens, heeft de M32 van Spandau, dat was volgens mij Spandau Extreme nummer 2, opgelapt als het, en gebracht naar een nieuwe, naar een betere, modernere look. Maar die heeft niet de laatste versie gebruikt, dus dat is dan wel weer jammer. Want de laatste versie van de M32 was erg goed, vond ik zelf.
Maar die was redelijk natuurgetrouw. Ik had flink wat dingen echt nagebouwd en uitgezocht. Terwijl die eerdere versie ervoor was een aanname van hoe dingen ongeveer zouden lopen. En die heeft hij helaas gebruikt. Ja, dat is dan weer jammer. Dus misschien ga ik aan het werk om... Anderzijds heb ik ook plannen natuurlijk nog voor Hofstad. Nou, genoeg promotieplannen nog. En ik weet helemaal niet hoeveel tijd ik nog daarvoor ga krijgen. Dus niet dat ik al op de dodenlijst sta hoor. Ik bedoel niet bang worden meteen, maar... Ja, het is natuurlijk voor mij ook coronatijd geweest. Als muzikant heb ik niet niks te doen gehad. Ik ben ondertussen met een omscholingstraject begonnen naar functioneel beheerder. Iets wat ik ook eerder gedaan heb. En eigenlijk wil ik de laatste, laten we zeggen, 14 jaar die ik onvoldoende zou moeten werken. Gewoon een normale baan nemen en zoveel mogelijk verdienen. Zodat ik na mijn pensioen... er een beetje goed van kan leven. Storkower Straße, Einkaufszentrum. Mag ik voor? Wat aardig. Nou, hier ook wat hoogliggende strepen. Hè? Wat hoogliggende wegmarkeringen. Maar je ziet, de map ziet er heel erg goed uit. Voelt ook heel erg goed. En is qua performance ook heel erg goed. Het enige wat ermee is, is dat er als je hem in de editor opent, je constant fouten krijgt. Ik weet niet waaraan dat ligt. Maar goed, de meeste van jullie zullen dat ook niet doen, dus is het alleen voor mij als mapprutser is dat van belang. Ja, de map heeft natuurlijk een heel veel spannende objecten erin zitten. Maar goed, dat is voor een freeware map is dat te vergeven. Maar het heeft ook eigen objecten en het enige nadeel is, daar had iets beter over nagedacht kunnen worden, is dat alle kruisingen bestaan uit invisible splines en stoplichtblokken. Dat is niet het meest handig voor één kruisingje als je echt heel ingewikkeld is. Maar eigenlijk kan je er beter gewoon objecten van maken, want dan zien ook de auto's elkaar. Het AI kan dan niet door elkaar heen rijden, kan dan niet door jou heen rijden. Ja, goed. Het is niet zo gemaakt. Misschien dat ik dat ook voor mezelf nog ga regelen op deze map. Maar het zijn best wel wat kruisingen die je over moet. Dus ook dat is weer een redelijke baan. Storkower Straße, Gewerbegebied. En aangezien niemand mij voor het omzienwerk betaalt. En vul zelf maar aan. Ja, als je toch nog wat andere opmerkingen over de map wil horen. Ik zeg als eerst dat die map gewoon heel erg goed gemaakt is. Goed gelukt is ook. Er zitten een paar foutjes in. Kniepkodestraße, Storkowerstraße. Hey, wat hebben we hier dan? Dit had ik nog niet eerder gehad. Even kijken of het in mijn weer zit. Ja, dat was het dus. Oké. Doe het zomaar. Ik dacht namelijk al, want bij het weertype dat gekozen had, zitten wat wolkjes in. Dus op een of andere manier gaat dat niet helemaal goed. Hallo.
En ik vind ook de voetstappen wat vreemd klinken. Die komen natuurlijk ook uit het... Stedingerweg. Dankjewel. Die komen natuurlijk ook uit het Enhanced Environment Pack. En het lijkt wel of er iets mis mee is met het pack nu. Geen idee wat het kan zijn, want ik heb er niks mee gedaan. Nou goed, dat kijken we nog even naar. Hallo. Misschien wordt het voor mij sowieso tijd om onze installments na te kijken. Als je dit gaat vergelijken met het werk van, laten we het toch maar noemen, Kevin Nitschmann, dan ziet het er toch veel beter uit. Het heeft gewoon veel meer realiteit in de hele look en feel al. Natuurlijk maakt deze vogel ook foutjes met de beleiding en zo. Maar goed, dat doe ik ook. Als ik niet oplet, dan gaat het op Vlietland ook mis. Ja, weet je, die voetstappen in deze bus, ik weet niet waar ze vandaan komen. Of ze uit de centrale database komen voor geluiden. Maar die klinken alsof er een saxofoon met subnoten wordt gespeeld. Want dat betekent dat je heel veel lucht blaast en je onderste kleppen overzet. En dan krijg je zo'n bof bof geluid. Rijswalderstraße, Ostseestraße. Ik zou ook vast wel weer te laat komen. Schat, er is een busbaantje. Nee, dit is een map waarop ik zeker ga terugkomen. Misschien dat ik mezelf weer een tijdje als omtjebuschauffeur in Berlijn aanmeld. Maar dan kan ik mijn momentum houden, precies. Momentum is beweging, voortgang. En als je als busje momentum houdt, dan blijf je net in beweging, waardoor je het wegtrekken veel minder energie kost. Je leven kan ook momentum hebben. Sorry, te veel aan het uitleggen, net als ik een schoolmeester ben. Ben ik absoluut niet. Ik rijd daarbij bijna de halte voorbij.
Maar zie je het oog prettig? Ik zou hier bijna willen wonen. Bijna, bijna. Maar het oogt gewoon heel, ja. Genoeg details in, niet te veel, maar genoeg. En, ik zou zeggen, dat is de eerste map van de man die het gemaakt heeft. Hij wil het ook graag heel erg goed doen, schrijft hij. Nou, ik vind dat behoorlijk gelukt, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik weet uit ervaring dat Duitsers liever geen hulp van Nederlanders accepteren, maar als die het zou willen, zou ik hem nog wel willen helpen met de kleine foutjes eruit halen, zodat het nog een beter product wordt. Geheim verklappen wil ik nogal vaker gezegd. Dus het is eigenlijk helemaal geen geheim. Maar eigenlijk is het leuk om niet op je eigen map te rijden. Weet je, hier kan ik gewoon genieten van alles wat er is. En terwijl als ik op Vlietlanden rondrij of vroeger op mijn Extremes. Dan zat ik altijd, oh dat klopt niet, oh dat klopt niet, oh dat moet ik veranderen, oh dat kan langer beter. Het ging altijd op die manier. Maar je reed altijd met twee ogen. Met die van een buschauffeur en met die van een mapbouwer. En nu rijd ik gewoon als chauffeur en dan denk ik, mooi gemaakt en ik vind het prettig rijden en daar doen we het voor. Hallo, kan natuurlijk ook gewoon hier en nu besluiten om mijn mapbouwcarrière te beëindigen. Nou ja, dat was ik al min of meer van plan, maar dat is toch niet gelukt. Hè? Bloed kruipt waar het niet gaan kan. En bij mij moet toch al die creatieve energie een uitlaatklep vinden. En dat gebeurt in de muziek natuurlijk, maar dat gebeurt ook met het map bouwen. Erich Weinhardtstraße. Ja, er liggen hier wat tramrails. Dus hier komen heel regelmatig terug. Alleen trams rijden er niet. En daar is bewust voor gekozen. Eén is de performance, want volgens mij zei ik het van de week al. Heel voertuigen op een of andere manier gebruiken redelijk wat. En ja, dan moest je ook weer trams maken. Ik kan begrijpen dat je dat ook niet ziet zitten. Dus de trams moet je hier zelf bij voorstellen. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Oh, oh. Jo. Dat zou niet moeten mogen. Oh, waarschijnlijk heeft hij nu de rest van de map ingeladen. Dat scheelt ook weer. Nou. Hij staat natuurlijk in full map modus, hè, dus. Trouwens, deze rit is niet helemaal real-time. De tijd is wel echt conform de echte tijd. Dat bedoel ik dus, real-time. Alleen op zondag is het zo'n uitgeklede dienstregeling dat ik maar gekozen heb om hem een weekje terug te zetten naar maandag. Dan hebben we tenminste een iets leveliger stad. Met een wat beter buswerk. Ik heb zelf wel de AI-lijst aangepast. Want de stand AI-lijst die werkt natuurlijk gewoon met de MAN NL NG van de Spandau map.
En de NG, EG, sorry, EN. Ik kan ze allemaal langslopen. Alle mogelijkheden. En ik heb er zelf de Mandeel 05 ingezet uit de XT map. De C2 uit de Berlijn BRT map. Jawel. En de Düsseldorf Solaris. Met een, BVG repaint van Danipo. Gustav Adolf, die blijven we even een tijdje volgen. Kijk, dat soort dingen vind ik wel minder. Dat je dan een zijstraat in kijkt en dan kijk je direct in het blauwe hinein. Ik zou daar dat iets meer afgewerkt hebben. Weet je, met een paar huisjes, een beetje goed plaatsen, kom je al een heel stuk. Maar goed, het zijn kleinigheden. Zeker als je de performance van de map goed wil houden, dan moet je natuurlijk zo min mogelijk aan niet-essentiële stuff neerzetten. En ook daar kan jij weer een middenweg in zoeken. Het meest haalbare voor qua performance zie je. Dit, ja, het kan. Ja, die bus kan goed lawaai maken. Een kruisverkeer. Of een roundabout. Of een rotonde. Ja, kaarten worden bijna niet verkocht. Of tenminste volgens mij helemaal niet verkocht. Hey. Ja, ik zie dat... ik merk eigenlijk meer... dat de full map modus op deze map niet echt veel voordelen brengt. Ondanks dat die niet al te groot is. Want je hebt wel wat minder stutters, minder laat stutters. Maar degene die je wel hebt zijn wel heel erg lang. En waarom staan we stil hier zo? Ja, dat is natuurlijk ook een van de nadeel van de full map modus, dat je inderdaad stilstaand AI-verkeer hebt. Ja, dus eigenlijk is die full map modus van weinig nut, maar goed. Ik dacht, laat ik het eens proberen, misschien dat we nog smoeter door Pankow heen gaan. Hola. Ah, gezellig, dames. Thank you.
Gustav-Adolf-Straße, Amalienstraße. Zie je, daar heb je een muur. Oh, kijk, dat zie je wel. Ik rijd te snel. Straße, Gustav-Adolf-Straße. Als ik in mijn spiegel kijk, dan heeft hij nodig om even stil te blijven staan. Het kan zijn dat hier type 2 nog niet in zit. En dat is natuurlijk wel logisch, want dan gedurende de rit wordt het renderen nog steeds iets moeizamer van dat beeld. Oké. Dan hebben we deze bus dus nakijken eigenlijk. Hé, die dame zie ik zomaar over en hij ook. Gebeurt op meer plekken, maar goed, ik ken dat fenomeen uit Frieslanden. Dus dan moet denken dat voor de Omsi-burgers het gras aan de overkant altijd groen is. Ja, als je als bouwer op zoek bent naar nieuwe objecten, dan zal deze map geen grote bijdrage leveren aan je voorraad. Maar als je een leuke map wil, dan raad ik hem zeker aan. Ook omdat hij niet te groot is, overzichtelijk. En eigenlijk denk ik, heel eerlijk, dat meer maps op deze manier gebouwd zouden moeten worden. Gewoon dus geen map meer met 20 lijnen erop, maar gewoon de mappen waarbij die, waar ze gewoon in stukken zijn verdeeld. Dan heb je 3 lijnen per map of zo. En dan, als je de andere lijnen bereikt, moet je even van map overschakelen. Maar eigenlijk moet je dat toch. Ik bedoel, je kan niet een hele dag op één optie laten rijden. Waarmee ik bedoel dat we 's morgens laat de hele dag ermee rijden. Ik bedoel, na 2 ritten zegt hij toch echt geheugenvol. Start me even opnieuw op. Dus ja, als je dat toch al weet, waarom zou je dan een hele grote map maken, is mijn vraag nu ook. Ja, moet ik natuurlijk zelf zeggen, hè, met mijn Frieslanden van 1000 taals. Maar dat is zo gegroeid. Maar ik zou dat ook niet meer doen, inderdaad. En ik had voor Hofland, Hofstad, sorry. Al het plan om daar inderdaad mini-DLC's van te maken, als het ware. Dat heeft Nietzsche wel goed gezien, dat inderdaad wel handig is. Zij het al, volgens mij het uit oogwinstoogmerk doet, maar dat is een ander verhaal. Maar niet zozeer performance-wise denkt. Maar ik denk dat mini-DLC's eigenlijk veel beter voor ons zijn dan gewoon bijzonder grote mappen. En het is goed te doen, want je zou in principe, nou ja, is niet helemaal goed te doen. Ja, het is wel goed te doen, bedoel ik, maar niet altijd even makkelijk, want soms krijg je dan die mappen niet meer uit elkaar. In elkaar zetten is altijd heel makkelijk, uit elkaar halen is wat moeilijker, omdat er soms grensoverschrijdende gebeuren zijn.
Zit die nou weer in? Dankstrasse? Nee, toch? Ja, we zijn er bijna. Een gecombineerde bus-tramhalte. Falkenberger Straße, Berliner Allee. Nog steeds de Berliner Allee, hè? We hebben een tijdje lang Gustav Adolf gedaan en nu doen we een tijdje Berliner Allee. Ik zie daar nog wat foute texturen. Die grijze hier zo, dat moet gewoon asfalt zijn. Ja. Op een of andere manier is ze met een kartoffelsalade directory. Dat klinkt een beetje raar, nee. Volgens mij heet die kartoffel van Tom. Van een Duitse add-on maker. Nou ja, meer objectmaker. Hij heeft splines gemaakt. Volgens mij ook wat objecten. Maar die splines zitten hierin verwerkt. Het is een beetje lastig, want hier moet je dus naar links. Nou, op zich is dat niet lastig. Maar je denkt van ja, daar mag ik helemaal niet heen. Dus ik reed je daar gisteren heel erg mooi voorbij. Ik zag een pijl staan. En dacht ik van nou moet ik zeker daar verderop naar links. Maar dat was dus al hier al. Ja, er staan trouwens over pijlen gesproken. Haha, is natuurlijk een leuke discussie aan de gang geweest over die dynamische pijlen. Nou, deze map bewijst weer dat mijn stelling gelijk is. Dynamische pijlen, normale pijlen verdwijnen niet als je dynamische pijlen inschakelt. Op deze map staat in de global nog wel de Deiner help syntax staat erin. Dus zodra je hem aanschakelt krijg je en de standaardpijlen, die chimier zijn maar wel heel erg goed. En je krijgt daartussendoor op de meest rare plekken krijg je dus die dynamische pijlen te zien. En die reageren eigenlijk alleen maar op kruisingen. En deze map bestaat voornamelijk uit kruisingen bestaande uit Invisible Splines. Dus daar reageren die dynamische pijlen niet op. Dus dan op een stuk bij een zebrapad waar je gewoon rechtdoor moet, staat dan ineens wel een pijl. En waar je echt rechtsaf moet slaan, staat dan, ja, gelukkig staat er een normale pijl, maar dan staat er geen dynamische pijl. Dus dan zie je ook dat dat systeem rammelt. Maar goed, ik ga niet, probeer niet mijn gelijk te halen ofzo. Dat gaat niet. Maar het is gewoon weer bewezen dat het wel zo is. Ook hier weer. En dat toevallig. Dus als je deze map gaat gebruiken, je wilt die pijlen gebruiken, dan zou ik gewoon die dynamische help syntax even uit de global halen. En dan heb je geen last meer van die oranje dingen. Zo, we zijn er. Kijk. Stadion Busallee, Hansastraße. Hansastraße. Endhaltestelle. Bitte aufsteigen. Ja, er sprake van. Please leave the bus here. Ja, precies. Er sprake van een stadion. Ja. Dat zie ik niet echt. Ik denk dat dat daar moet voor stellen. Voor de rest schijnt het hier wel met die tramhalte en zo schijnt allemaal wel te kloppen en het eindpunt schijnt er ook goed uit te zien. Kijk,
Zo, nou, we zijn op tijd. Dat is heel prettig. Ik ga hem even naast die gozer daar neerzetten. Zal ik hem gewoon erachter zetten? Lijkt me wijzer. Zo. Oké. Nou, dat was Mr. Drive Drives. In Berlin, Pankow Zuid, lijn 156. Van de Storrowstrasse naar Busch Allee. Ritje van iets meer dan een half uur. Heel erg mooie map. Ik zou hem zeker downloaden. De maker dient echt alle support te krijgen die je krijgen kan. En hopelijk gaat hij misschien nog uitbreiden. Nou, dit gezegd hebbende zou ik willen zeggen. Bedankt voor het kijken. Maak er voor de rest een hele mooie dag van wanneer je dit ook ziet. Misschien zie je dit wel pas in april 2027. Het zou kunnen. In dat geval wens ik je een prettig Pasen. En, nou, het kan zo gek niet zijn. Voor mij houdt het nu even op. Ik zeg alleen maar ciao.